Welkom bij de Determineren podcast. Determineren, het vinden van de naam van een organisme, kan je op verschillende manieren doen. We gaan eerst naar de eerste manier kijken. Met een zoekkaart. Hier heb je een zoekkaart staan. En dit dier gaan we proberen te vinden. We beginnen bij start linksboven. Kun je het organisme zien met het blote oog? Ja, dus het antwoord is A. Het volgende heeft het organisme wortels, stengels en bladeren? Het antwoord is nee. Bestaat het organisme uit schimmeldraden? Nee. Heeft het dier een skelet? Antwoord is ja. Heeft het dier een skelet met een wervelkolom? Ja. Gewervelde dieren, is de huid bedekt met schubben? Nee. Is de huid bedekt met slijm? Ja. Dan is het een amfibie. En dat klopte, want wij hadden de kikker gevonden. En wat je opschrijft is je blad A, B, E, F, G, H en J. Hij behoorde bij de amfibieën. Hier hebben we een plantje. We beginnen weer bij start. Kun je hem zien met blote oog? Ja. Heeft hij wortels, stengels en bladeren? Ja. Heeft de plant bloemen en zaden? Ja. Dan hoort hij bij het rijk van de planten. En hij hoort bij de zaadplanten. Zien de bladeren uit als naalden? Nee. Dus hij komt uit bij de bedektzadige planten. Goed, gaan we nu werken met een determinatietabel. Daar krijgen we vragen te beantwoorden. De eerste vraag bij 1 komen we uit dat de wortels dik en vlezig zijn. En de wortel is geel, wit of roodachtig en de bladeren zijn groen. Dus we komen bij 3. Grootste stuk van de wortel in de grond. Wortel wit, gekweekt voor suiker. Het is de suikerbiet. Op die manier werk je met een determinatietabel. Dit was hem alweer, de Determineren Biocast. Veel succes met het maken van je eigen determinatietabel. Tot de volgende keer.